Majesteiten, Hoogheid, mag ik u van harte welkom heten bij de Amstoning Bobby. Graag maak ik gebruik van dit moment om een bijzonder hartelijk welkom uit te spreken voor u, prinses van Oranje. Het is een eer dat u voor uw introductiebezoek als eerste Bonaire aandoet. Ik ben ontzettend trots en blij. Wij hopen dat u hierna voor altijd een warm plekje in uw hart mag dragen voor ons eiland. Nos isla, nos orgullo. Wij zijn trots op ons eiland, op onze cultuur, op onze taal en gemeente, onze prachtige natuur, zowel over de grond als onder zee. En deze delen we graag met u. Deze trots delen we graag met u. Dit is vandaag de start van een kort, maar vol programma waarin wij hopen dat u kennis gaat maken met de bijzondere inwoners van onze wijken, met innovatieve jonge ondernemers die zich al aan het inzetten zijn voor een beter Bonaire. We zullen het hebben vandaag over klimaatverandering en de consequenties voor ons eiland, landbouwontwikkeling en natuurlijk het behoud van onze tradities in een snel veranderende maatschappij. Het zijn allemaal thema's waar wij graag met u over in gesprek gaan vandaag. Maar daarnaast wens ik u vooral een mooi bezoek, waar u de warmte van ons eiland en onze inwoners mag voelen en ervan zal genieten. Met name het laatste. Hartelijk welkom, koning, koningin en prinses. Bombini, wij Willem-Alexander, Reina Maxima, die prinses Amalia. Pasando aquí nada. Mucho tanto para Cla, te guarda para Princesa Amalia, bien, hay mucho tanto para windsurf. Es mucho tanto para windsurf con la baile preparación para agua, pasó a mí te imaginar con muy opi entusiasma para agua. Sí, pasó opi para nanta promedio viaje con nanta mira familia reales, nanta opi entusiasma, no sé aquí no me se froa. Bueno, no sé papi over di, ya esta vez es un tiki, nanta vez es jaloers, pasó en un patari por la mano, o que, ya, turin en tema que era en un board shorts, cosa con esta tingani subir la mano meten, esta vez es no sé papi over también di, wing, sport casi parecido con windsurf que bullari va a sin ese, pero no sé papi un tiki die ja kon de moet je dan gaan developen dan tres moet je dan gaan doen mee koe en surf ook een paar representatie Bonaire den kost dan internationaal tamen dan gaan onze papa die dan een tiki en toen namens namen aan je ja dan komt er een paar koe's dingen moet die windsurf kieken aan was interessant en dan is nou ja mijn meest ding een background die windsurf freestyle kom ik gusta kan moet ik bij een ter mundo kasi Bonaire en dan is arriva mapa die een mundo die windsurf pero ora no sé wing eta algo un toch como a na bisa mia fale lo fatro bem vira bulim tiki tro bem nervioso es ma wak video tro bem que te hace mufe mi que se sei ante ho fulino tinha dia ma começar windsurf
back in the days. En we hebben gesproken over samenwerking en belang van natuurbescherming op Bonaire. Hoe goed we het hier eigenlijk al doen, maar ook de extra steun die we soms nodig hebben. Zeker als het gaat om duurzame financiering voor natuurbescherming. En het was heel leuk, want toen ze naar Sorbonne kwamen, hadden we natuurlijk de foto-expositie. Dus een project waarmee ik samen heb gewerkt met Monique Grol van Stinapa. En daar konden ze eigenlijk heel veel van de initiatieven waar we het tijdens de lunch over hadden gehad weer terugzien. Dus ik denk dat ze het heel leuk vonden om eigenlijk een beeld te krijgen bij wat we hier allemaal doen voor de natuur van Bonaire. Vessa, vandaag was prinses Amalia. Je mag best dicht bij haar zijn. Hoe voelt het? Ik vond het echt wel leuk en het was wel echt cool, vond ik, ja. Want ik zie haar niet zo vaak en ik vond het wel cool, ja. Dit keer dichtbij? Ja, heel dichtbij, ja. Hoe was de voorbereiding voor vandaag? Leuk. Ik vond het wel zwaar met die zeilen. Het duurde echt lang, maar daarna was het wel leuk. Ik had een tekst die ik moest voorbereiden over een van de foto's. En het viel me eerst verrassend op hoe aardig ze waren en hoe geïnteresseerd ze waren in onze natuur. Dus ik ga in ieder geval nooit meer mijn hand wassen, want het was heel bijzonder om mee te maken in ieder geval. En je maakt mee mas biaka, ba? De passade ora kunang abing met. Maak mee kaba. Dus per jaar, dat probeer ik Amalia te bemoeien. Dus dat is iets algo great, zeker van ons meer. Si abolo doen dan een of lagen om een sache van een kikke sakelota. Milo bis dan sigi bisita bemoeien mas bia. I wak, het algo hobby great, pa e pueblo turiende bing junto. Dus een mensaje dat sigi bisita bemoeien mas bia.